Hallo jongens en meisjes, dames en heren, watervallen en meren. Anorintia en ik ga je commenteren. En een live commentary on Minecraft. Dus ik zal hier even een wereld maken. Deze wereld heb ik al een beetje zitten kloten. Dus building terrain. Ja, als je kan zien, dit is op een ander kanaal, Ivries NOI. En hierop zullen wij met name Minecraft video's maken. En natuurlijk ook MapleStory en nog heel wat andere spellen. Zoals Dragon Age Origins of ja, waar ik maar zin in heb. En ik ga ook waarschijnlijk 2 survival multiplayers doen met de Knif. Of de Sniff, hoe hij zichzelf wil noemen. En natuurlijk met iFriza gaan we een mooie Minecraft series maken. En ik ga natuurlijk hier ook mijn eigen Minecraft ja, let's play of zo, playthrough maken. Dus nou, hier beginnen we. Ik start hier best wel mooi op zich. Oh, lag. Komt door de renderen. Ik zal hem even op wat lager zetten, short. Oh, lek. Zie niet zo mee. Oké. Nou. Oeh. Hoezo is die zo donker? Oeh. Ik heb hier een mooie berg. Hij is nog steeds aan het renderen, sorry jongens. Ik zal hem wel even op var zetten. Nou, zoals de meesten van jullie al weten, ga ik eerst een boom verzamelen. Een boompje omslaan met je vuist. Vraag me af hoe dat in het echt gaat, joh. Zou je vuist niet kapot slaan? En zoals je ziet speel ik hier nu de beta, dus het is alweer wel weer wat later voor de alpha. Ja, naar de alpha. Dat was wat ik bedoelde. Oké, ik heb er al 4. Even kijken. Ah, daar heb je mooi water. Ik denk dat ik hier gewoon mijn huis ga bouwen, want het is best wel een mooi gebied om te beginnen. En ik heb kool helemaal niet nodig, want ik kan die cargo maken met deze update. En dat ga ik ook vooral doen. Boompje. Oeh. Dat is echt wel een mooie plek om te beginnen. Ik moet alleen kool hebben. Of cargo. Weet je wat? Ik ga gewoon cargo maken. Leren jullie dat ook? Nou, ik ga eerst hier even kijken wat hier is. Bloempje. Oeh, mooie waterval. Dit is echt wel een mooie map. Hier, daar heb je alweer kool. Ah, mooi. Of ik ook geen cargo kan maken. Dat doe ik misschien later wel. Zoals jullie gezien hebben, heb ik hier Master Chief. En dat is een skeleton. Kan hij daar spannen? Jij ziet mij niet, hè? Ik hou er niet zo van. Ik heb hem op normal staan als het goed is. Ga ik eerst even een workbench maken hier. Ik ga niet uitleggen hoe je alles maakt hoor. Wees maar niet ongerust. Je zult het vanzelf al zien. Sticks. Kom op. Dat is wel goed. Ik zie nog steeds die skeleton. Stik. Zo. Kool. Nog meer kool. Oh, dit is wel genoeg om de eerste nacht te overleven hoor. Ja, dit is wel genoeg. Hier red ik het wel mee.
Oh, je staat lekker in de fik. Oh, nu niet meer. Hey, daar is ook een creeper. Dat vind ik minder plezierig, want daar zit nog meer kool. Misschien moet ik het hier eens een keer licht maken als ik zo meteen toortjes heb. Zodat ze in ieder geval overdag hier niet kunnen zijn. Zo, dan neem ik deze mee. Dan ga ik het wagen. Het is wel heel gevaarlijk, want er lopen daar wel twee skeletons en een creeper. Nou, dat ga ik later wel een keer doen als ik een zwaard heb. Oké, dan ga ik weer terug naar mijn spawn. Shit. Ja! Ah! Gelukkig zijn ze vredig in het licht. Schrok me echt het pletten, joh. Oh, daar is een cave. Oh, wat een rare beginwereld. Oké, hier was ik begonnen. Spring, ga jij daar maar ergens heen. Ik ga daar gewoon... Nee, ik ga niet in een cave wonen. Dat vind ik zo raar. Ik ga hier... Ik ga gewoon in een berg wonen. Ik ga in deze berg hier wonen. Even een beetje ruimte creëren. Daar schrok ik wel even van, jong mensen. Stomme spin. Dit spel is echt intens, joh. Even kijken. Stomme houten pickaxe. Ik hoop dat ik jou snel kwijt ben. Ah, ga ik er niet mee in een gravel ondergrond? Oh. Vervang ik zo meteen wel even. Dun, dun, dun. Ah, zo'n mooi muziekje. Daar wil ik eigenlijk niet doorheen praten, maar. Maar dit zijn dus het begin van mijn Minecraft-avonturen. En ja, als je. Nou zegt van, hey, dat je beter zo kunnen bouwen. Ja, laat hem achter in de reactie. Ik zal er naar kijken. Ik zal naar elke reactie kijken. En misschien ga ik dat dan wel doorvoeren. En dan zie je misschien zo meteen... Misschien wel van, hey, dat had ik gevraagd. Of die dat wou doen. En dan doet dat. En dat is gewoon fucking awesome. Als je mijn server wilt joinen, ik speel daar zowat elke dag op. Hij is ook zowat elke dag online. Hij is elke dag online gewoon. Dat is gewoon zo. IP staat in de beschrijving, dus de bescheiding. Dus ja, als je wilt joinen, join gewoon. En dan spelen wij wel een potje Minecraft. En er zijn al een heleboel dingen daarin gebouwd, dus het zou geen probleem moeten zijn. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ik vind het wel jammer dat hij hier allemaal zo donker is. Ach ja, workbench. Ik ga eerst even een deur maken. Dat is wel handig. Deurtje. Zo. Furnace. Furnace. Ik moet eigenlijk nog meer hout hebben. Ja, dat doe ik zo meteen wel. Ah, shit. Verkeerde knop. Nee, ik wou hem niet in de furnace doen. Master Chief. 20. Je net gehad.
moet meer bomen hebben. Oké, nu het nog dacht is. Oh, ik ga gewoon eerst even een X maken. X. Zo. Het staat nog gewoon steeds op var en ik heb weinig lek. Het is best wel goed. Het loopt niet echt smooth of zo, maar het is ook geen lek. Weet je wat, ik zal het voor de zekerheid op normal zetten. Maar dan begint het te laggen, hè? Ja, ja. Wat? Dat vond ik eng. Nee, ik wil het juist op var hebben. Zo. Als mijn computer het toch aan kan, dan doe ik het gewoon lekker op. Hopen dat ik niet te veel lag heb voor jullie. Want ik ga dit niet nog een keer doen. Lekker puh. Mijn Nederlandse commentary zit er ook alweer aan te komen voor mijn commentary of the week. Dus dit zal ook een soort van blog zijn om updates door te geven en zo. Dus dat is ook wel handig voor jullie als jullie hierop abonneren, hè? Moet nog meer hebben? Ja, altijd handig om een beetje veel te hebben. Altijd handig. Oké, het wordt al wat donker. Ik wilde nog 2. Waarom 2? Maakt mij geen zak uit eigenlijk. Oké, 4. Hier kan ik wel mee leven. Torch voor mijn huis plaatsen. Zo. Zodat er geen skeletons en zo recht voor me spannen. Ik ga wedden dat ze daaruit komen. Oké. Dan moet ik hier ergens achter ook nog een kamer bouwen. Anders komt het niet goed. Oh. Op. Nou, dan doen we dat maar zo, hè. Jong. Oeh. Oh. Niks. Zo. Dan ga ik het nog ietsjes uitbreiden. Gewoon omdat het kan. Omdat het kan. Nou, ik zit al... aardig aan mijn tijd alweer, dus want het is alweer nacht. Dus ik stop er zo weer mee. Maar dit is zo'n beetje wat ik gemaakt heb. En normaal praat ik nooit met Minecraft, dus dit is zeldzaam. Maar als je dus suggesties hebt voor mijn huis, dit is hoe het er nu uitziet, laat het in de reactie achter. En ik zal nog even storage box maken. Want die heb ik wel nodig. Storage. Dan kan ik daar al mijn cobblestone in doen. Want daar ga ik nog veel van krijgen. Dat durf ik te wedden. En daar ga ik dan duizenden pickaxes van maken. niet genoeg licht. Nou, kom op. Daar. En... daar. Nee, daar wou ik hem niet. Daar. En daar. Oké. Dit begint ergens op te lijken. Deurtje er neerzetten en dan ben ik klaar voor vandaag. Voor deze commentary. Oké, dan zie ik jullie in mijn volgende
video van de avonturen van Anno Wins in Minecraft. Later eens.